Van Ganswinkel heeft een akkoord bereikt met de vakbonden over het sociaal plan van het bedrijf. Volgend jaar worden bij de afvalverwerker 600 banen geschrapt. De vakbonden willen een goede regeling treffen voor die medewerkers. Drie belangrijke struikelblokken zijn de wereld uit. De ontslagvergoeding, de begeleiding van werk naar werk en faciliteiten, mogelijkheden voor tijdelijke werknemers. De ontslagvergoeding was naar de mening van onze leden veel te laag. De werkgever heeft gisteren in de laatste onderhandelingsronde daar flink wat geld bijgelegd. Inmiddels is de ontslagvergoeding 30% hoger dan bij hun eindbod op 9 november jongsleden. Dit geldt voor alle 4.500 werknemers van Van Ganswinkel, mochten zij ooit in de toekomst met zoiets te maken gaan krijgen. De vakbonden dreigden met acties als de punten niet overgenomen zouden worden. Het Eindhovense bedrijf wil er eerst niet over praten, maar is nu toch overstag gegaan. Van Ganswinkel laat weten dat ze het principeakkoord een passende regeling vindt.